En het was ongeveer anderhalf jaar geleden dat Peter tegen me zei, Joep van het Hek, ja, ben je toen een beetje indiscrete vraag? Ja. Ben jij in je leven wel eens naar de hoeren geweest? Moet je naar dat geile karretje zien zitten, man. Wat verdomme. En toen zei ik, Peter, ik ben in mijn leven nog nooit naar de hoeren geweest. En toen keek hij me aan, zei, we hadden nog een andere afspraak. Wij zouden in deze ruimte nooit tegen elkaar liegen. En toen zei ik, oké, ik ben een keer naar de hoeren geweest. En ik ben ook een keer naar de hoeren geweest. Ik ben een keer naar Jabjum geweest. En ik kan u dat heel snel vertellen. Ik heb aan het begin van de avond verteld, ik woonde op het Singel, een klein kamertje. En op een gegeven moment bij mij aan de overkant werd er een pand verbouwd. En er werden wel vaker van die grachtenpanden verbouwd. Maar hier waren ze zo lang mee bezig dat ik denk, Jezus, een metro. Weet je, echt ongelooflijk. En toen zei ik tegen mijn buurman, wat wordt dat? En zei de buurman, dat wordt het eerste Nederlandse creditcardbordeel. En dan gaan allemaal oude mannen gaan er met jonge meiden liggen rollenbollen met een hoop champagne erbij. Het wordt heel duur en jij kan het nooit betalen, Joep. Ja, en daag mij niet uit, hè. En dat werd Jabjum. Ik heb 7 jaar heb ik tegenover Jabjum gewoond. En ik weet nog dat Jabjum openging. En de avond dat Jabjum openging, stond er een enorme rij taxis. En die rij taxis is 7 jaar niet weggegaan. Ik wist wel dat er honger was in Nederland, maar dat het zo erg was, dat wist ik niet. En wat ik zo geestig aan die taxis vond, dat er kwamen altijd mannen in groepjes uit. En dat vond ik een rare manier van hoeren lopen. Dat waren dan van die mannen en die hadden dan een beetje mijn leeftijd nu. Die hadden dan net een grote zakendeal gedaan en daar moest dan op geneukt worden, weet je wel. En dan gingen ze schouderkloppend naar binnen van, nee, jij eerst Roemenieke, weet je, een beetje die stijl. En dan die ander, nee, na jou, Beckenbauer, vind ik trouwens een schitterende naam voor een hoerenloper, Beckenbauer, een ander verhaal. Ja, maar ik had zo'n heel ander beeld van hoerenlopen. Ik dacht, hoerenlopen, dat is een hele eenzame bezigheid met als enige getuige je regenjas, weet je. Je loopt door zo'n wijkje alleen maar om je heen te kijken of het nergens bekenden zijn. En dan uiteindelijk schiet je bij zo'n meisje naar binnen en van de zenuwen kom je al klaar. En dan ga je daarna weg en dan doe je of er helemaal niks gebeurt en zo, weet je wel. Of doe ik het verkeerd, jongens? Maar je moet je ook voorstellen, ik woonde dus 7 jaar tegenover Jabjum en dan ga je als jongetje, als mannetje, ga je zitten fantaseren. Hoe ziet het er van binnen uit? En ik had wel eens een plaatje gezien in de Panorama, af en toe nog de Actueel, geloof ik, weet je wel. En er waren plaatjes met grote kroonluchters, brede banken, getinte spiegels, waardoor iedereen meeviel, weet je, een beetje dat soort plaatjes. Maar, en ik had ook wel eens wat gehoord van die meiden van Jabjum, want ik had altijd een broodje op de hoek van de raamsteeg. En er kwamen de meiden van Jabjum ook. En die meiden van Jabjum, dat waren leuke wijven. Het waren hoeren, maar het waren geen hoeren. Ja, ik zeg het een beetje ingewikkeld, maar ik bedoel, het waren wel hoeren, maar het waren meer een beetje van die uit de hand gelopen hockeywijven, laat ik het zo zeggen. Beetje bekakte hoeren waren het. En als ik dan zo met ze zat te praten, dacht ik ook wel eens van, goh, zullen ze ook zo klaarkomen, weet je? Dat heb ik trouwens altijd, hè. Als ik met een kakwijf praat, denk ik altijd, kom jij ook zo klaar? Ja, want kakwijven komen natuurlijk ook klaar, of slaan ze dat over? Nee, toch? Nee, maar dat is het. Moet ik een beetje naar de loges kijken, denk ik, hè? Ja? Nee, maar dat is waar. Kakwijven komen ook klaar. En dan zit ik vaak met zo'n wijf te praten. Denk ik, gaat het dan wel... Ik zat vaak naar dat Jabjum te kijken. Ik dacht, god, is er aan de overkant nu een grote zeehondencrash, weet je dat? Maar wat ik dus wist, wat ik dus zeker wist, ik kom nooit bij dat Jabjum naar binnen. Maar er gebeurde iets bijzonders. Op een dag werd ik gebeld door mijn broer Tommy, mijn jongste broer. En die woonde ook in Amsterdam, zelfs aan hetzelfde Singel, in een studentenhuis. En die vroeg aan mij of ik in zijn studentenhuis Sinterklaas wilde spelen. En ze zochten iemand die iedereen diep kon beledigen. Nou ja, ik werd gebeld. En ik nam zelf mijn pieten mee, ik ben erheen gegaan en het was een hartstikke leuke avond, want het was een hartstikke leuk studentenhuis. Ze woonden daar met 18 jongens en die avond hadden ze allemaal hun vriendinnen uitgenodigd, dus het was genoeg te kwetsen. En er waren goede gedichten, er waren leuke surprises. En er was een heleboel bier. Nou, er was zoveel bier dat ik me eigenlijk helemaal niks meer van de avond kan herinneren. En het enige wat ik nog weet, dat ik 's morgens om 3:30, steunend op mijn staf, met zo'n schuine mijter hier, dat ik geprobeerd heb mijn huis te bereiken. Dat weet ik nog. Met 2 van die pieten achter me aan. En toen heb ik met de sleutel in mijn voordeur staan prikken. Dat ik dacht, het lijkt wel een huurauto. Weet je, dat werkt. En toen stond ik op de stoep en toen keek ik om naar Jabjum. En toen zei ik tegen een van de pieten, misschien is het leuk als Sinterklaas nog even naar Jabjum gaat. En dat vonden de pieten ook een goed idee, dat weet ik nog wel. En toen zijn we omgelopen over de brug en toen heb ik aangebeld bij Jabjum.
En daar deed toen een hele grote portier open. En die was een beetje verbaasd, laat ik het zo zeggen. Want je rekent op veel zo zorgens tegen vieren, maar niet op een oude geile bisschop, toch? Nee, maar die vallen meestal niet op meisjes, dus nou goed. En hij. En toen zei hij, kom maar binnen Sinterklaas. En de Pieter ook binnen. En wat Sinterklaas wilde drinken, ik zei nog, geeft u Sinterklaas maar een glaasje champagne. En de Pieter wilde ook champagne. Ik zei, nee, het personeel gaat niet hetzelfde drinken als de baas. Geef die zwarte maar een biertje. En deze grap gaan we niet aan Sylvana vertellen, die oude roeder. Nou goed, en toen was ik in dat japjum. Maar dat was natuurlijk ook een beetje ingewikkeld, want daar liep het al tegen sluitingstijd. Ja, ze zaten niet te wachten op drie van die dronken studenten, weet je. En ik was natuurlijk ook een heel vervelend mannetje in die tijd. Dat ben ik nu nog, maar toen heel erg. Weet je, ik had een beetje strooigoed en dan nam ik zo'n handje strooigoed, ging naar zo'n hoerenloper. Ik zeg, zo, ik zie meneer houdt wel van een snoepje. Gewoon slechte teksten. Gewoon hele slechte teksten. Hele slechte teksten. Maar goed, toen gebeurde het volgende. Toen stond ik op een gegeven moment midden in Japjum. En toen keek ik naar de bar. Op de bar stond een telefoon. En om maar even aan te geven hoe lang geleden het is. Het was nog een telefoon met een draaischijf. En ik keek naar die telefoon en ik kreeg een geniale inval. Ik ben vaak briljant, maar dit keer ging ik buiten mezelf. Ik keek naar die telefoon en ik dacht, weet je wat ik doe? Ik bel even mijn vriendin dat ik hier ben. En dat vond ik zo geestig. Dat ik de eerste Nederlandse man zou zijn die uit Japjum naar huis belde. Ik denk, godverdomme joepie, wat is dat grappig. Daar trek je later volle zalen mee, echt waar. Ik loop naar die barkeeper, ik zeg, mag ik even bellen? Hij zegt, nou, als het niet naar Madrid is, Sinterklaas. Nou, gekkigheid. Toen zei ik, nee, ik wil even naar huis bellen dat ik hier ben. En ik hou zo die oren in mijn hand. Ik zeg, zijn er misschien nog meer heren die even naar huis willen bellen als ze hier zijn? En wat er toen gebeurde, weet ik niet. Maar ik werd onder mijn oksels gepakt. En ik ging met mijn voetjes boven het hoogpolige tapijt. Toen ging de deur open, toen stond Sinterklaas buiten. En toen ging de deur open, toen kwam er een staf achteraan. Toen ging er een deur open, toen kwamen er twee pieten achteraan. En toen zei een van die pieten, die zei, dat was maar heel kort de hoeren lopen, Sinterklaas. Ik zei, ja, dat mag je wel zeggen. En toen ik dit aan Peter had verteld, zei Peter tegen mij, en denk je hier nog wel eens aan? Ik zei, denk ik hier nog wel eens aan? Ik droom er 3 keer per week over. Maar ik heb altijd één probleem, ik droom altijd hardop. En dan zegt mijn vrouw de volgende ochtend, was je er weer, joepie? Hij zegt, en wat droom je dan? Ik zei, ja, dat ik met 3 van die mokkels in zo'n bubbelbad zit. En ik heb altijd de meid erop, ik heb altijd de meid erop. Hij zei, wat doe je dan met die vrouw? Ik zeg, dan speel ik een zeilbootje met een leeg kaviaarblikje erop. En toen keek Peter mij aan. En Peter zei, Joep. Alle mensen. Arm. Rijk. Groot. Klein. Jong. Oud. Alle mensen zijn op een dag wel eens heel erg verdrietig. Ook jij, Joep. En weet je wat je moet doen in jouw geval als je heel erg verdrietig bent? Ik zei, nee. Ik zei, moet je even denken aan Sinterklaas in Japjum. En dan kan je er weer weken tegen. En het rare was, op zijn begrafenis, dus de begrafenis met de cursus en de achterneef. Toen zat ik daar en ik was verdrietiger dan ik gedacht had te zijn. En ik kreeg op een gegeven moment ook warme ogen. En ik weet niet waarom niet, maar ik wilde niet huilen. Ik wilde het niet. Ik kende die mensen allemaal niet zo goed. Ik dacht, we gaan niet huilen. En toen moest ik die tranen weg hebben. Toen dacht ik, opeens dacht ik, verdomd, Sinterklaas in Japjum. En het hielp. En toen zat ik daar, dacht ik, godverdomme, ik word nog gered door een pip uit de kist ook.